Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door KPN, Shubi Reizen en Kapsalon De Look. Ja, Martijn Beltman, assistent trainer. Met welk gevoel ga jij hier weg? Het is altijd dubbel. Ik bedoel, aan de ene kant fantastisch om kampioen te worden, dus dat is geweldig. De hele club naar de derde divisie, reuze benieuwd hoe dat gaat. En aan de andere kant voor mij een fantastische uitdaging met Winterswijk om daar en weer als assistent te beginnen. Maar ook te hopen dat ik mijn trainingsdiploma's haal en dan daar een lijn door te trekken. Dus wat dat betreft altijd dubbel. Welke ontwikkeling heb jij in de afgelopen seizoenen hier bij Excelsior 31 gezien? Nou, ik denk dat je, als je puur kijkt naar, ik kan eigenlijk alleen maar oordelen over vorig seizoen en dit seizoen. Ja. Vorig seizoen veel bezig met voetbal en hoe je wilt spelen met elkaar. Daar wel wat onrust omheen gehad van allerlei perikelen. Dit jaar was het gewoon een stabiel groep dichter bij elkaar. Iedereen wist wat het doel was. Iedereen hield zich eraan. Iedereen liet zich erop aanspreken als het even anders leek. Dus wat dat betreft denk ik dat een van de grootste winstpunten was. Naast het feit dat je gewoon ook voetballend gewoon steeds beter bent geworden. Hoe moeilijk was het dan voor jou om die keuze te maken om na dit seizoen te vertrekken bij Excelsior 31? Ja, is altijd een lastige keus. Maar ook wel gewoon een rationele afweging. Ik heb mijn eigen doelen. Ik wil op termijn hoofdtrainer worden. En dat wil ik doen met een papiertje als UEFA op zak. En daarin was voor mij op dit moment de beste constructie om dat met FC Winterswijk te combineren. En wat dat betreft is dat prima. Ja, hoe is dat contact tot stand gekomen met FC Winterswijk? Ik woon 5 minuten vanaf. Makkelijk. Heel makkelijk. Ik ben coach van het team van mijn zoontje. Dus ik woon al 20 jaar in Winterswijk. En daarin hadden we zoiets van, je woont al 20 jaar in Winterswijk. Op zich heb je hier nog niks bij de club gedaan, wordt niet eens tijd. En vanuit dat perspectief zijn we gewoon een gesprek is aangegaan. Wat is het mooiste moment voor jou, wat jou bijblijft van Excelsior 31, buiten het kampioenschap om natuurlijk? Ik denk uiteindelijk de echte moeizame wedstrijden gewoon toch over de streep trekken. En we hebben dit seizoen een aantal van de wedstrijden gehad. Neem SUZW thuis, neem SUZW uit, Dino thuis. Dat je toch met elkaar de drive hebt om het onderste uit de kant te halen. En niet genoeg te nemen met een puntje of het laat lopen op een of andere manier. En ik denk dat dat wel een van de mooiste momenten totaal zeg maar, van het seizoen is. Dank jou voor dit interview en voor jouw mooie seizoenen hier bij Excelsior 31. En wens jou heel veel succes bij FC Winterswijk en met het behalen van je trainersdiploma. Ja, dankjewel. Gaat hopelijk vast goed. En op zondag nu de competitie. Dus op zaterdag was een kans om hier een wedstrijdje mee te pakken volgend seizoen. Dat gaat vast goed. Daar houden we je graag aan. Gaat goed komen. Dankjewel. Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door KPN, Shubi Reizen en Kapsalon De Look.